allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is woensdag en ik begin vandaag, want wij zijn op vakantie. We zijn nu op Schiphol, zoals je misschien kunt zien. En ik zat te wachten tot de rest uit de lucht waar we komen. Dus ik neem jullie mee naar Ibiza. Dus wij gaan proberen even een slaap te krijgen. Ik zit hier met Niels van daar op tv. En dan hoop dat ze even slapen. We hoopten eigenlijk dat zij nog even gaan slapen, maar daar dachten ze natuurlijk helemaal anders over. Dus ja, het wordt leuk zo meteen, denk ik. Nou ja, we gaan het zo. Ja, we staan op de bagage te wachten en de buggy hebben we al, dat is alweer keurig. Wij zitten in de bus. Dus Transformers geven, dus echt. Tip van de eeuw. Oh, tunnel. Zo gaat het. Heel lang benen. Nou. Nah. Wat jullie denk ik niet op, maar het was net een hele mooie rode bal. Wat ik zullen zeggen, die Transformers zijn echt een hit. Van een auto en een robot in een paar stappen. Het is eigenlijk voor 6 jaar, maar Niels kan hier echt zo goed mee omgaan. Hij bouwt hem echt elke minuut om van het een naar het ander. Sneller dan ik. Ik ben nu al klaar. Wow, supersnel. Goedemorgen. Ik heb gisteren niet meer gefilmd, want we waren hier laat. Uiteindelijk ging het allemaal hartstikke sneller. Ik bedoel, dat is niet het probleem, maar we waren wel gewoon kapot. Dit is onze kamer, daar is ons bed. En daar staat Niels, hallo. En daar staat Eden, uiteraard niet met die handdoeken erop. Nou, daar gaat ze. Dan hebben we hier het terrasje. Je hoort de krekels. Echt heel mooi opgezet. En hier hebben we gewoon een lekker terras. En dan heb je daar verderop het zwembad. Ja, een dennenappel. Nee, het is hier echt heel fijn. Het was natuurlijk wel een beetje lastig omdat we allemaal erg laat waren. Dus iedereen een beetje uit zijn ritme. Ik heb eigenlijk niet echt geslapen vannacht. Niet door iemand, want de kinderen stiekem gewoon, maar ik kon gewoon niet slapen om een of andere reden. Het was ook weer een beetje draaiig dat hij het vlucht wel geholpen had, maar daarna dacht ik weer nee. Maar goed, we zitten hier heerlijk en de reis ging heel goed. Kort zelfs een beetje geëmotioneerd als ik wil zeggen hoe goed ze het hebben gedaan. Maar Niels was echt nou, geen onbetogen woord. Het is alleen maar liefde te spelen. En Elin die is een paar keer was ze boos, maar die deed echt hartstikke goed. Ik is helemaal trots op deze twee. Daar zitten ze dan. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 30 augustus en dat betekent dat ik jarig ben. We gaan nu ontbijten. Elin heeft het intens uitgeslapen. Morning! En ik heb deze ring gekregen. Ik zal hem straks misschien nog even beter laten zien. Die kan ik mooi aanschuiven op mijn trouwring. En nu gaan we even ontbijten. Maar Elin heeft ze uitgeslapen. Ja, zo werd ik afgeplet door de schoonmaakster die langskwam. Hele lieve vrouw. Goed. Anyway, we gaan nu ontbijten. En het is al hartstikke laat. En ik heb honger. En ik heb deze ring gekregen. Ik zal hem straks misschien nog even beter laten zien. Die kan ik mooi aanschuiven op mijn trouwring. En nu gaan we even ontbijten. Maar Elin heeft ze uitgeslapen. Ja, zo werd ik afgeplet door de schoonmaakster die langskwam. Hele lieve vrouw. Goed. Anyway, we gaan nu ontbijten. En het is al hartstikke laat. En ik heb honger. Wij zitten te ontbijten. Nou, dit is mijn gangst tot nu toe. Ik ga straks wel weer halen. Hier zit er ook lekker bij. Dit is ons uitzicht. Daar in de verte zie je de zee. Er is één kind die gelijk aan de muur. Het warm. We hebben hier ook lactosevrij yoghurt. En dan heb ik hier glutenvrij muesli. Maar die is ook lactosevrij, zeg maar. Dus dat is voor de zekerheid wel een goed idee. En dan gooi ik er nu allemaal meloen in. Eén is het ook weer te eten. En dan doen we het al op. Goedenavond. We zijn weer terug van een dagje. Aan het zwembad. Gewoon lekker relaxed. En nu gaan we eten. Echt waar? Kijk maar eens. Oh ja. Dus dan moet de zonkap me heus nog
het bord zoeken waar die ekeltjes naar hen doorheen gaan. Zo eigenlijk. Maar daar zie ik dan nog iets. Oké. Nou, gaan we dat de volgende keer doen. Dit. We gaan eten. Nee? Nee. En het was een heerlijk dagje. Een beetje wit. Oké. En ze hebben zowaar tegelijk geslapen aan het zwembad. Oh. Daarna was er weer van BM, maar goed, dat hebben we meegepikt. En, snel rennen. Ja joh, komt goed. We zijn helemaal je gel vergeten, Niels. Ja. Nou ja, hè? Maak het uit, het is vakantie. Ja, het is vakantie. We gaan nu even wat eten. En we nog even naar de minidisco. Mama! Het is allemaal heerlijk. Papa! We zijn lekker aan het genieten, maar het is ook hard werk hoor. Papa! Dit is de ring die ik heb gekregen vandaag. Dat is een beetje mooi in het licht zien. Omdat je even jarig is, daarom krijg je die ring. Ja, hè? Nu had ik aan jou gegeven. Ja, met papa en Elin, hè? Ja. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Dat is... Heel smaak, alles op te eten. Ik ga nu ook even wat en ik heb al mijn salade en spersiebonen op en ik ga nu hier aan verder. Voor mijn verjaardag heb ik een proeverijtje van taartjes, hè Niels? Ja, lekker water. Deze madame houdt niet zozeer van filmpjes kijken, maar dierenfilmpjes vindt ze geweldig. Dus nu doen we 2 minuten voor vertrek, zetten we haar hier nog even in, dan kunnen wij de laatste dingen doen en dan kunnen we gaan. Wij zitten hier te eten en dat doen we elke avond. Niels, dat moet je niet doen hoor, dat gaat niet goed. Gaat hij kapot? Als hij kapot is, ik krijg geen nieuwe. Niet doen. En het was weer een relaxed dagje vandaag. We hebben uit zwembad gezeten. We hebben ook een paar dagen een auto gevoerd. Maar we proberen nu eerst even gewoon lekker hier in het schema te komen. Gaat steeds beter. Straks een mini disco in het huis. Moet je deze twee? Ja, ik ga even kijken. Wow, Sandy is enigszins verslaafd aan, aan deze units. Lekker van. Helen pakt even haar momentje. Ja, hallo. Zo grappig. Dit shirtje heb ik dus aangehad als klein meisje. En nu heeft Elin het aan. Santorini met Mickey Mouse erop. Is heel erg retro, zo maar zeggen. Ja. Hé, lekker hè. De tijger, ja. We zitten hier aan de wijn. Het zijn enorme glazen. Niels aan een watertje. En Elin is er ergens boven lijp aan het gaan met een stoel. Die gaat echt met zo'n stoel aan alle kanten op. En nou, dan komt zo meteen weer een show. Dus daar zitten we maar weer voor, want ze vonden het geweldig gisteren. Het is nog steeds bloedheet. Volgens mij is het vandaag de warmste dag. Het is nu, ik denk, 9 uur. Echt. Kijk naar de lichtboom! De lichtboom, ja. De lampjes zijn aan, hoor. De lampjes zijn aan. Zijn de lampjes aan? Ja, we gaan straks beginnen. Oh, gaan we straks beginnen? Oké. Okay. We zijn heel erg verdeel en heers. Dat betekent dat ik vooral de vakantie met Niels ben en Sven met Elin. En als ze in bed liggen samen. Wij zijn in de oude stad. Goed zo, Niels. En we zijn aan het klauteren naar boven. Hoppa. Het heeft vandaag geregend. Dus we dachten, dit is een mooi moment om, de stad te gaan bezoeken. Dus we zijn met de bus gegaan. Mijn hoofd was dus iets dichterbij. Ik heb dit 10 jaar geleden al een keer gedaan. Maar ja, toen had ik niet 2 kinderen bij me natuurlijk. Maar het is wel heel mooi hier. Ik ben dus nu weer te hoog. Oh, lekker.
lekker windje. Kijk Niels. Zo is mijn outfit van de dag. Ik ga even voor t-shirts. Wie woont daar? Weet ik niet wie daar woont. Zo een beetje kleine deuren, hè? Zouden er kabouters wonen? Nee. Oh, is lekker helemaal die wind. Elin is wakker omdat ik ergens langs moest klauteren met haar en haar been hing, zeg maar. Maar dat zal ik niet zien uit het wagenpakding, dus uit de buggy. Dus ze zat hier langs de muur en toen werd ze wakker. Dat is jammer. Is dat jouw boek? Ja. Ja, je moet even wachten tot ik van deze steentjes af ben. Ik moet even daarheen. Dan ga ik hier rijden. Oeh. Ja. Kijk, normaal gesproken zou ik zeggen. Dat zei ik ook tegen Sven. Laten we de, hoe heet het, meenemen. De draagdoek. Die hebben we namelijk ook bij ons. Want ik zei, het loopt alleen maar op trappetje af. Maar ja, tante Web hier wil ook graag in de wagen zitten. Dus ja. Maar deze meegenomen. Wij zitten in de bus en inmiddels zijn we Elin maar in de slaapzaal neergezet. Ja, dat gaan we dan even anders oplossen. Dit soort dingen heb je dus ook in het leven. Maar goed, we hebben dus eindelijk in de file gestaan. Nu rijden we eindelijk weer. Kijken naar bustijden, maar het lijkt alsof er een siesta is tussen de middag. Want de bus, zeg maar, zometeen de bus is om overstappen naar ons hotel. Dus naar het hotel, met blijkbaar tussen de middag niet. Om 4:30 weer, nou, het is nu 2:15. Misschien niet het allerbeste plan. Eén is om te slapen. Maar goed, ik weet dus niet zo goed, ja, een taxi nummer of zo. Ik weet het niet. Of niet. Of niet. Is dat een taxi? Ja. Oké. Okay. Kijk maar. Oh ja. Dat is de taxi. Ja, het is echt lopen is te ver met hem. En zij ligt dus in de wagen slapen. Dus anders had Sven haar getild en dan hem in de wagen. Maar... Ik vroeg me trouwens af of ik onze kamer wel een keer goed had laten zien. Maar dit is dus ons bed. Dan heb je daar een kledingkast. Een badkamer. En dan staat Niels hier. TV. 10 Nederlandse zenders, ja, mocht je er geïnteresseerd zijn, niet dat wij dat kijken. En Elin's bedje. En het is altijd zo heerlijk, strak opgemaakte bedden. En dan heb je hier dus de badkamer. Met gewoon een wastafel en een toilet. En een douche. En het is echt niks op aan te merken. En als je denkt, Marien, waar zijn die kinderen nou? In het mooie opgemaakte huis, schoongemaakte huis. Oh, en wat ook zo leuk is. Sven die slaapt steeds zonder deken. Maar ik vind het gewoon best wel fris 's nachts. Dus ik slaap met Sven's laken. En dat heb ik dus, leg ik dus steeds hier neer. Maar nu hebben ze dus een extra laken neergelegd. Ongelooflijk, die mensen. Nee, ze echt super. Gewoon heel netjes schoon. Ik ben echt. Ik heb supervising aan de housekeeping gewerkt. Dus ik weet hoe hard ze moeten werken, sowieso, om schoon te maken. Maar ik weet ook dat er echt heel veel kwaliteitsverschil zit, ik moet zeggen. En ik zie dus alles. Ik moet zeggen, ik vind het hier erg schoon. Dan hebben we hier dus nog een terrasje. Zo, en ja, dit is natuurlijk mega onhandig. Er zijn nog mensen die hierboven zitten met de kinderwagen. Maar goed, wij hoeven alleen dit te doen. Dan hebben we hier een terrasje. En ik vind dit wel heel makkelijk met kinderen, want ze kunnen niet heel erg ergens heen. Alleen, de ene gaat de hele tijd die trap op. En als je dus denkt, waarom ben je alleen mevrouw? Dan zal ik je dat vertellen. Er gaat in zo'n golfkarretje gaat het hele terrein. Want gisteravond waren Sven en Elin naar huis gegaan. Was ik dus met Niels, kwamen we dus het golfkarretje tegen. En Niels wilde heel graag een keer in. Dus ik vroeg, mogen we een rondje mee? Want ja, wij hoeven daar niet in, want ons appartement zit laag. Nou, ver jongen, dit is groot. Het is niet normaal. Maar nou, Niels vond het helemaal geweldig. En nu reed die man langs. Zei hij, wil je nog een rondje mee? En ik had tegen Sven gezegd, je moet een keer mee. Want dan kan je zien hoe enorm uitgestrekt het is. En ook, zeg maar, ja, super mooi uitzicht op zee en zo. Dat hebben wij hier natuurlijk niet, zoals je zegt toch. Maar echt, ik zei, dat moet je gewoon een keer doen. En dat heeft hij dus nu ook gedaan. Wat doet mijn camera raar? Maar goed, het is inmiddels
4:10. Ik ga nu de zwemspullen klaarleggen, zodat we meteen kunnen insmeren en gaan met die banaan. Want ja, het is laat, het is warm. Het heeft dus vandaag even geregend. Oh ja, en tipje, mocht je van plan zijn naar Ibiza stad te gaan, wat ik zeker aanraad, is heel mooi. Met kinderen zou ik dus even nadenken over of je een kinderwagen mee moet nemen of niet. Wij hebben het wel gedaan, bewust, maar zou ik niet voor iedereen aanraden. Maar we kwamen dus terug en dan moet je op San Antonio busstation overstappen op de bus naar dit hotel. Maar die rijdt niet tussen 2:30 en 4:30. Of 4:30, 4:30 volgens mij. Want dan hebben ze siesta, dus wij moesten een taxi nemen. Nou was dat €7, het is te overzien, maar het was wel jammer, want daardoor moesten we Elen weer wakker maken. Want die lag net zo lekker te ronken in die wagen. En toen moest ze dus weer wakker worden, omdat ze in die taxi moest. Nou ja, goed. Elen's badpakje, ook trouwens zo fantastisch van Gap. Echt, vreet me op als ze dit aan heeft. Hoppakee. Niels' zwembroek, ook heel leuk trouwens. Echt, de tijd die ik nu ineens heb om jullie even bij te praten. Deze zwembroek is van Next. Vind ik sowieso een heel leuk merkje. Hij heeft er nog een van, maar deze. En Niels krijgt zonneallergie. Ik heb dat trouwens ook. Kijk, ik ga dus normaal. Normaal heb ik trouwens niet op mijn arm, moet ik zeggen. Normaal ga ik dus ook van tevoren nog even naar de zonnebank. Want dan heb ik meestal geen last van zonneallergie. Maar dat heb ik dus nu niet gedaan, want ja, toen was ik dus ineens ziek en ja, nou, dan houdt het op. Maar goed, anyhow, hij heeft dat dus ook een beetje. Maar hij krijgt dat ook in zo'n UV-shirt. Dus af en toe moet hij juist zonder UV-shirt om even die huid te laten ademen. En dit is echt, dit wil ik nog even geven als de gouden tip voor kleine kindjes in het zwembad. Dit is van het merk Slipstop. En dit zijn dus ja, hele, nou ja, zeg maar zachte schoentjes. Die in het water kunnen en daardoor glijden ze dus niet uit in het zwembad. En het is echt fantastisch. Elin vindt, het zijn een soort voetjes, het maakt haar niet uit als ze het aan heeft. Maar daardoor kan ze dus wel op die gladde tegeltjes blijven staan en valt ze niet. Echt goud. Goed, muts voor haar erbij. Hoewel best wel, misschien moet ik het een dagje niet doen. Het is best wel bewolkt. Wat een warmte jongens, wat een warmte. Maar wel lekker. Goed, ons samen een verhaal, maar dan zijn we weer even op de hoogte. Ik zit heerlijk met deze twee buiten. Zo, en dat lieve kleine lieve. Vergeet kijken of papa er al bijna is. Ja, kijk maar even. We zitten hier lekker even buiten. Niet te ver, hè? Nee. Goedemorgen, het is wat is het? Wat is het vandaag? Ik weet het niet. Dinsdag is het. Sven is de auto aan het halen. We hebben een auto gehuurd een paar dagen. Je nu denkt, nou, we hadden ook gewoon met zo'n kunnen blijven liggen, maar het is wel leuk. Het is gewoon zo, Ibiza, zo mooi, het is zonde dat niet te zien. Dus we hebben net Hallo! Iedereen moet hem wakker maken om 8 uur, omdat we anders ja, te laat bij het ding zou zijn. Dus die zit hier natuurlijk helemaal in een ander ritme. 8 uur is, dan is het nog lastig om iedereen wakker te krijgen. Ik was al lang wakker hoor, maar ik word gewoon 7 uur wakker. Maar dat vind ik ook heerlijk, want dan ga ik gewoon even lekker een boekje lezen. Maar hij wil niet klagen. Gisteravond Temptation Island gekeken. Ja, wordt hij straks wakker? Pissenbed was het toch? Pissenbed voor het kaaslakker. Oké. Heeft hij nog genoeg eikeltjes om te eten? Ja. Heel goed. 25 heeft. 25? Ik heb gisteravond nog even lekker Temptation Island zitten kijken. Dus ik ging om 11:30 zo slapen. En dan word ik om 7 uur wakker. Nou, dat is voor mij echt real. Zag je een hommel? Ja. Maar we gaan dus zo meteen naar een strandje. Ik twijfel even of ik de vlog nog door ga doen of dat ik hem voor deze week afsluit. Even dit in de gaten houden. Echt, het is een klauterapen. Walalala! Oh, kijk eens Niels, zijn broer. Oh ja. Hier, kom maar broer. Kom maar op het steentje. Dit is, kijk, dan gaat ze dus naar die trap toe. En dat wil ze dus de hele tijd. Ik dacht, zet die wagen ervoor, dan blokkeert het. Maar kijk, je moet best wel een onhandig dingetje af. En de buren zetten dus ook regelmatig hun wagen hier. Want ja, het is natuurlijk niet te doen om iedere keer die kinderwagen erboven te slepen. Maar goed, tante Webby dus. Maar anyway, ik zit even te twijfelen. Maar ik denk dat ik nog even meeneem naar het strandje. En dat ik dan daarna een nieuwe vlog begin. Want volgens mij heb ik jullie ook nog niet echt meegenomen naar het zwembad. Dus we gaan het strand doen vandaag. Wat? Zie je dat hij zich oprolt, Niels, als hij schrikt? Wow, goed zo. Ga je hem bij zijn broer brengen? Ja, even een beetje kijk.
zusje brengen. Bij zijn zusje brengen, wat goed. Hij heeft voor zichzelf een box gecreëerd. Echt die bakjes, daar komen ze echt uren mee spelen. Goed, ik heb alles gedaan, behalve dat ik haar nog geen zwemluier en badpak heb aangedaan. Want ze heeft al twee broekruis gehad, dus ik dacht ik wacht even af. Ik heb het allemaal klaargelegd. Dus als Sven terug is, moet hij mijn moeder mijn rug insmeren. Maar dan hij zichzelf en dan kunnen we gaan. Nou, we zijn uiteindelijk bij een strandje in de buurt beland, want het was allemaal vol en parkeren ingewikkeld. Maar we zijn er. Dit is Cala Gracianeta. Het is hier best wel druk, maar het is prima verder in het water. Even een foto maken van de klein. Dit is het strandje van bovenaf. Die rustige duo. We zijn nu even in een van de zwembaden. Een hele donkere lucht komt aan. Maar hier is het blauw. Oh. Dit is dan nog een bad. En dan heb je hier de trap op. En dan heb je daar nog een bad. En dit is natuurlijk het pronkstuk voor de kids. We hebben avond gegeten en bij deze ga ik de vlog van vandaag afsluiten. Van deze week, bij de vakantieweek. En dan ga ik morgen door met de volgende week van de vakantie. Dus dan niet helemaal een week, of misschien wel een week. Is het woensdag vandaag? Kijken, weet je het zo. Bijna een week. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wil heel graag kijken. Heel graag. Tot volgende week bij de nieuwe vlog.